De jongerenorganisatie iSpeak heeft in verband met haar eenjarig bestaan vandaag een informatiesessie gehouden met als thema Gi Brudu. De sessie is gehouden in samenwerking met de Nationale Bloedbank. De ziekenhuizen kampen met een groot tekort aan bloed. Joyce Frets van de Nationale Bloedbank zegt dat het bloed nodig is voor onder meer operaties, bevallingen en voor verkeersslachtoffers. De voorzitter van de jongerenorganisatie iSpeak, Vernon Coffey, is trots op zijn leden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om de sessie bij te wonen. De jongerenorganisatie zal er alles aan doen om de bloedbank te helpen aan donoren, zegt Coffey. Wij geloven als organisatie in verband met onze eenjarig bestaan dat wij alles eraan zullen doen om te helpen om de bloedbank, om dit niet één keer te doen, maar dat wij zo'n proces kunnen continueren. Ik denk persoonlijk, als voorzitter van de organisatie, dat niemand anders kan de toekomst van de bloedbank garanderen dan de toekomst zelf. En de toekomst is Jong Suriname. En daarom zet iSpeak zich enorm in om de toekomst van Suriname te helpen garanderen. Voor het geven van bloed is er niet veel nodig, zegt Frets. Ze legt uit wat het proces is wanneer een donor zich aanmeldt. En de folders, de aanmeldingsformulieren. Dus als iemand geïnteresseerd is, die mag dan even wat ophalen. En de aanmeldingsleeftijd is van 18 tot 55 jaar. Een gezonde levensstijl en dat is alles eigenlijk wat we nodig hebben. De mannen die doneren dan 3 keer per jaar, en de, 5 keer per jaar en de vrouwen 3 keer per jaar. En verder hebben we ook de schijf van 5. Hier staat alles met alle groenten en de vitamines wat je kan gebruiken om je bloed dus op te krikken. We gebruiken bij de bloedbank een 4-voud en een 3-voud zak. Dus die zien er eigenlijk zo uit. Die ziet er dan zo uit. Dat is de 4-voud. Hier wordt het dus of 2 producten of 1 product eruit gehaald bij de 3. Joyce Frets, medewerker bloedinzameling bij de Nationale Bloedbank. De jongerenorganisatie iSpeak heeft vandaag een infosessie gehouden met als thema Gi Brudu.